communiceren over jouw verlangens. Hoe doe je dat nou? Mijn naam is Nienke Nijman, ik ben seksuoloog en relatietherapeut en tevens auteur van het boek De Relatie APK. In deze video gaan wij het hebben over hoe je kan communiceren over jouw verlangens. Oftewel, hoe kan jij jouw partner nou laten weten wat het is wat jij nodig hebt of wat jij graag zou willen met seks? Nou, die verlangens die kunnen zich in allerlei dingen uiten. Het gaat in ieder geval over dingen die jij zou willen. Denk hierbij eens aan fantasieën die je hebt en misschien wel zou willen uitoefenen. Dat je bepaalde producten zou willen gebruiken. Of heb je eigenlijk geen idee wat jouw verlangens zijn, maar voel je vooral de behoefte om gewoon eens wat te gaan onderzoeken of te gaan experimenteren op seksueel gebied. Nou, communiceren over jouw verlangens is daarin ontzettend belangrijk. Als jij het jouw partner niet vertelt, dan zal jouw partner dus ook niet weten wat het is wat jij nodig hebt. Communiceren bestaat vaak uit praten. Er zijn nog veel meer manieren om te communiceren. En praten over seks is op zich al heel lastig. En daarin vinden heel veel mensen het dus ontzettend lastig, om schaamtevol of ongemakkelijk, om hun seksuele verlangens in woorden uit te spreken naar hun partner. Als het jou lukt om met jouw partner te praten over wat het is wat jij wil, dan zou dat hartstikke mooi zijn. Maar heel veel mensen vinden het hartstikke ongemakkelijk of die schamen zich ervoor als ze het over seks moeten hebben. Laat staan dat ze dus moeten gaan vertellen aan hun partner wat ze zouden willen. Denk eens aan het voorlezen van een erotisch verhaal. Of het voorstellen om samen een erotische film te kijken. Het bestellen van een mooi lingerie setje. Maar je kan ook kaartjes bestellen voor een erotisch feest. Of misschien wel een ander mooi product bestellen. Er zijn meer manieren waarop jij kan duidelijk maken wat het is wat jij nodig hebt. Nou, naast dat je dus woorden hebt waarin je kan communiceren, of het aanschaffen of het voordragen van dingen, kan je natuurlijk ook gewoon tijdens bijvoorbeeld het seksuele contact heel mooi communiceren over wat het is wat jij wil. Je kan door geluiden te maken, door een hand ergens heen te brengen, door net even op een andere manier heen en weer te bewegen, of door op dat moment, zeker in het gevoel van opwinding, suggesties te doen over wat je eventueel anders zou kunnen doen. Dat zijn ook allemaal manieren van communiceren. Het kan altijd zo zijn dat je partner niet mee kan gaan in jouw seksuele verlangens. Want je bent immers twee individuele personen met eigen behoeftes, met eigen verlangens. Dan moet je je maar eens afvragen of dat dan een onoverkomelijk verschil is. Of dat jouw partner het misschien in eerste instantie niet zo goed aandurft, omdat hij onbekend is met dat stukje verlangen. Maar probeer daar dan in ieder geval dan wel het gesprek over aan te gaan. En dat zal dus dan wel in woorden moeten, dan wel op een andere manier te kijken of jij daarin die behoefte kan vervullen. Fantasieën over het algemeen, of ze nou heel extreem zijn of dat ze voor jouw gevoel minder extreem zijn, daar moet je sowieso altijd een beetje voorzichtig mee zijn. Want fantasieën zijn een onwijs mooi element om mee te spelen binnen je seksuele relatie. Hè? Want binnen je fantasie is alles mogelijk en je fantasie is van jou. Maar op het moment dat jij die deelt met je partner, kan het zomaar zijn dat je partner daar een oordeel over heeft, waardoor het voor jou dus al minder fijn wordt die fantasie, of dat jij je ervoor gaat schamen. En bovendien, op het moment dat je een poging doet tot die fantasie uit te oefenen, dan bestaat het risico dat het uitoefenen ervan helemaal niet zo opwindend is als dat jij altijd had gedacht in jouw fantasie. Dus dan geef je eigenlijk een fantasie weg die jou jarenlang voor heel veel opwinding en plezier heeft gezorgd. Het komt er dus op neer dat het ontzettend belangrijk is om te communiceren over jouw verlangens. Maar nog belangrijker is het om een manier van communiceren te vinden die bij jou past en waar jij je comfortabel bij voelt. Hopelijk heb jij hiermee meer inzicht gekregen in hoe jij jouw verlangens duidelijk kan maken. Als je nog aanvullende vragen hebt, kan je deze achterlaten via de link in onze beschrijving. Evenals als je nog een onderwerp hebt waarvan je graag wil dat ik me erin verdiep. Bedankt voor het kijken. En volg ons vooral als je meer video's wil zien.